klaar voor de start. Af! Het is al 57 jaar een traditie. De Rietveldse roeikampioenschappen in Hazeswoude-Dorp op de laatste woensdag van juni. Bij Klein Giethoorn moeten de deelnemers zo snel mogelijk richting de molen roeien, keren bij het paaltje en weer terug naar de finishlijn. Zo, om de paal en weer terug. Nou, dat gaat aardig gelijk op, al zeg ik het zelf. Tot de jaren 60 was het Rietveld alleen via het water te bereiken. Roeien was de belangrijkste methode voor bewoners om bij het vasteland te komen. Sinds de burgemeester Smeetsweg daar bijna 60 jaar geleden een einde aan maakte, worden de roeiboten nog één keer per jaar van stal gehaald voor deze roeiwedstrijd.